Nou, in de vorige video was te zien dat deze twee dames op een of andere manier samen één ei hebben uitgebroed. Er liggen er nog een paar meer. Maar er gebeurt niet zoveel. Ik heb inmiddels ook... Oh, hey, ga weg jij, Engert. Waar is dat kuikentje? Zo, kijk eens. Hier is dat kuikentje. Die moet natuurlijk ook een beetje eten, hè? Dus kijken of ze dat een beetje kunnen uitleggen. Nee, we gaan weer eitje pik doen. Nou, mooi niet. We gaan ze eerst eens even bekijken. Want jullie moeten dat kuiken wel een beetje eten geven, hè? Waar is die nou? Ja, kuiken is alweer verdwenen. Een beetje bezitterige troela's zijn het. Hè? Nou ja. Nou, ook deze zat de vorige keer hier. Ze is zich nog dieper ingegraven. Wat ben je allemaal aan het doen, joh, troela? Ja, nou heeft ze wel een eitje. Nou, dat gaat natuurlijk niet goed komen met die zwijnen, hè. Je mag van mij blijven zitten. Dan zou ik me heel stilletjes houden. Wie weet, hebben ze het niet door. Kijk, papa en mama. Kijk, papa en mama zitten allebei nu bij het jong. En het jong eet ook al graantjes mee. Ik heb ook een bakje water neergezet. Ik heb ze nog nooit kunnen betrappen op het voeren. Want als ik dan in de buurt kom, dan gaan ze meteen in de verdedigstand. Maar ik zie nu wel dat ze samen eten en hij drinkt ook. Dus nou, een heel blij gezinnetje in zo'n hokje. Dus ik weet niet per se of hij eet. Die vader doet het ook wel. Drink even voor. Kijk, ja hoor. Hè. Dat zie ik voor het eerst. Dat hij een beetje over mama heen. Bij papa uit de klop. Hé, ga jij eens aan de kant, wil hij zeggen. Je moeder zit er met een dikke kont voor. En dan zien wij dus, ja. Nou, boy. Het gaat er altijd zo heftig aan toe. Het is natuurlijk ook al een groot jong. Dus je ziet hem een soort opgeven. En dat wordt dan in die krop geprakt. En dan, ik zeg altijd maar, ik ben blij dat wij dat niet hoeven te doen. Nou, dat is eigenlijk voor het eerst dat ik ze betrap om op het eten te geven van dat jong. Nou, in ieder geval, ja, het was natuurlijk al te zien dat het er goed uitzag. Maar het is toch altijd wel nou, gezellig, zo'n familie. Vorige video heb ik laten zien die hanen. En ik zei nog dat ze een bijzondere slaapplaats hadden. Maar het is er niet meer gekomen om ze te filmen. Kijk ze nou eens. Zitten hier met z'n tweeën. Ze liggen hier echt met z'n tweetjes in dit... Ja, in deze, ja, wat is het, zo'n vuurkorf. En daar slapen ze dus, de boys. Hé, jongens. Waar is die andere nou? Oh, daar, je ziet. Proberen ze, kijk. Zo zie je ze met z'n tweetjes. Lekker knus in een potje. Dus, nou, dat is wel gezellig, wilde ik toch nog even laten zien. Hier eigenlijk ook. Hi, Nijn. Hadden we die... kippies in die boom. En nu zit die ene toch helemaal daarboven. Ik kan er niet eens bij. Dus je ziet hem een beetje gluren. Hallo. Zit jij hoog, hè? Ik kan er niet eens bij. Nou ja. Het is hoe die daar komt. Oh. Dan moet hij dus helemaal
via wat takken helemaal naar boven. Ja, springen, fladderen. Dus dat is wel knap. Nou, wel trusten, jongens. Maar gaat het samenwerkingsverband hier toch goed? Kijken is nu een dag of 2, 3. Maar hij durft nog niet helemaal te eten. Want dan zit hij echt niet zo. Oh nee, toch niet. Kijk, dat gaat hartstikke goed. Er liggen nog wat eieren onder. Maar ze zijn elke keer zo agressief. Ik laat ze maar eventjes zoeken daar een ei. En volgens mij wat andere bij. Maar dat gaat hartstikke goed blijkbaar. Nou, prima. Doen ze het lekker samen. Ze blijven nog een paar dagen. Het fijne van dit hok is dat ze een beetje bewegingsvrijheid hebben. En dan komen ze na een dag of wat, komen ze er wel uit. Nou, eens even hier checken. Hoe is het met de dames? Ze zijn van hun plek af. Ik hoor gepiep. Tevreden gepiep. Ik zal ze even eten. Oh, kijk. Ja hoor. Oh, wat een drolletje. Ja. Oh, en kijk. Hier is het weer spitsuur. Eén in de bakkie, de ander erbij. Krijzen natuurlijk weer. Je zit altijd te krijzen, hè? Dat ziet er goed uit. Het ei haal ik gewoon weg. Want dat wordt toch niks. En dan kunnen ze zich focussen op het kuiken. Hier. Oh, kijk nou. Hier, kijk eens. Heel goed. Beetje water geven en nou, niks meer aan doen. En verder met dat duivenkind. Die geef ik zo ook even eten. Hebben we hier nog nieuws onder de zon? Nee. Krijs niet zo. Jij zit daar. Waarom zit jij daar? Daar is geen nest meer. En jij zit op je eitjes. Oh, wat is dit nou weer? Wat zit jij er nou te doen? Je had toch een nestje? Ben je wie al zat, dat kind? Heb je eieren gelegd? Nee, toch? Oh ja, echt waar. Nou, dan moet ik zo eens even gaan bekijken of ik dat wel een goed idee vind. Jeetje. Hier eventjes de beesten een eitje gegeven. En kijk, daarachter zit hij er nog steeds. Dapper stand te houden. Ik weet niet precies of er wat onder ligt. Ik ga ook nu niet kijken, nu die zwijnen er zijn. Want, eitje gekregen. Nou, dan mogen ze wel weer even tevreden zijn. Hè, schurken? Ja, nou ja. Ik weet het niet of het een goed idee was om, om daar je nest te beginnen. Dat is wel heel tricky. Toch nog eventjes lekker knuffelvideo. Omdat dit gewoon zo leuk is. Altijd weer. Lekker in het zonnetje. Daar zou ik eens een hele video van moeten maken van die twee. Maar ja. Meestal liggen ze gewoon te liggen. Dus dat is ook niet zo spannend. Nou goed. Even dit hokje bekeken. Er zit een druktemaker daarachter. Dus die... hevig verontwaardigd dat ze van het nest afgestuurd is. Maar dit is natuurlijk niet handig wat we hier hebben. Dit zijn te veel eieren. Oh, wat kom jij hier doen? Kom je even eitje eten? Oeh, kijk, ik krijg meteen roepie. Zeg, doe ze even lekker normaal, jij. Ja, ik ga eerst eens even kijken wat erin zit en wat er waar niks in zit of weinig in zit. Die ga ik eruit. Dus ik heb hier... Oeps. Ik heb hier mijn apparaatje. Even een schaal om wat, eieren in te stoppen die niet goed zijn. Nou, eerst eens eventjes kijken, want het zijn er natuurlijk veel te veel. Wegwezen. Ze is er helemaal niet zo blij mee. Dat is ook op zich wel. Ga eens weg. Er liggen ook helemaal nieuwe eieren volgens mij bij. Kijk eens even. Oeps. Thank you.
Niks. Oké, eindstand. Ze zit er al een week of twee. Oh, nou, nee, dat is niet wel. Ja, nou, misschien wel. Ja, want ik heb de vorige keer ook voor die InOvo, dat InOvo project daar wat eieren uitgehaald. Ze zijn alleen maar bijgelegd. Ik haal er 10, die zie ik nog wel, die kunnen we gewoon opeten. En die rest die gooi ik gewoon weg. Dat geef ik aan de zwijnen. Of waar doe ik er? Ja, dat geef ik aan de zwijnen. Want daar zitten ze misschien te lang al op. En ja, weet je, dan moet je toch eens langs een haan scharrelen. Want anders kan je zitten tot je een ons weet. En laat mijn konijnen met rust. Nou, ik zei het al. Op een gegeven moment komen ze er wel uit. En nou weer erin, hè? Dat lukt niet. Nee. Vanavond eventjes gaan kijken. Het is niet per se kuikenvoer trouwens, maar het is best een aardig kuiken. Dus, nou, hij gooit ook wel weer dingen terug. Nou nee, hij eet ook nog wel dingen op. Ik wou zeggen, als het allemaal te groot wordt, toch even wat kleins, maar het is gewoon duivenvoer. Dat krijgen ze altijd eigenlijk hier. Even zorgen dat er water in dat ding zit. Dan kan hij ook weer drinken. Nou, gezellig hier. Ik wil even vanavond even binnenzetten. Nou, het is avond en ik denk ik ga eventjes dat kuiken binnenzetten. Maar nergens te zien. Nou ja, in ieder geval ook niet hier in een duivenhokje. Maar kijk, ze hebben gewoon, zijn ze gezellig dit hokje ingegaan. Zit hij erbij? Nou, ik ga er vanuit van wel. Zitten ze heerlijk op elkaar, bij elkaar. Nou, het is niet koud, dus nou, helemaal fijn. Goed voor jullie. Ja. Goed zo, nou, wel rusten.